Ja, welkom bij de 13e aflevering van Minecraft. En hallo Victor. Hallo Dimmy, hoe is het ermee? Ja, gaat wel. En wat gaan we even... Ja, vorige week waren we aan de cinema begonnen, Cinema. En leg jij nog eens uit wat een cinema is? Een cinema is een bioscoop. Ja, kort gezegd. Kort maar krachtig. Precies. En ja, we waren vorige keer aan de muren begonnen. Ja, precies. En we gaan op het dak de dingen maar doen, denk ik, hè? De wat? Op het dak. Dan maken we zeg maar nog een verdieping, toch? Ja, we moeten eerst deze muur af, denk ik. Ja. Oh ja, ik weet nog wat ik aan het doen was. Ik was aan de, wat was het? Het restaurant begonnen. Oh ja. Oh! Oh, ik val in het water! Wat doe jij nou? Oh. Nou, dan moet je even omzwemmen. Ja, weet je wat wel vervelend is? Als je die muur bouwt, dan kom je als je in het water valt niet meer boven. Nee, inderdaad. Wacht, zullen we even een trappetje maken? Voor de werkzaamheden. Hier. Wacht. Hier kan je omhoog. Ik ben er al hoor. Oh. Gewoon in het bootje stappen. Bootje gebruiken om te klimmen. Die roeiboten liggen er niet voor niks. Nee. En we zijn weer aan het eten tijdens de uitzending. Ja, jij dan wel. Maar ik eet niet hoor. Dat noemen we dan een goede voornemen. Inderdaad. Oh ja, we zouden niet meer eten bestellen, hè? Houden we ons nu alweer lekker aan. En dan zie je maar weer dat het nooit goed gaat met de goede voornemens. Nee, precies. Heb jij nog stenen, Dimi? Want mijn stenen zijn op. Ja, ik had ook geen stenen meer, dus die heb ik even gehaald. Worden 64? Jet. Wacht, ik geef je er gelijk wel 120. 28, hier. Dank je. Haal ik alweer nieuw. En dan moeten we dadelijk maar aan de stoelen beginnen, hè? Oh ja, maar dat is houten stoelen? Ja, het scherm. Hoe gaan we het scherm doen? Ja, je hebt hoe heet dat? Je hebt zoiets van zo'n paarse muur, toch? En als je daar dan doorheen gaat, kom je in een andere wereld. Dat kunnen we op zich wel doen. Ja, maar die paarse muur, die kan niet zo groot, hè? Niet? Nee. Je weet toch waar we, door dat ding waar we toen heen gingen, waar we doorheen gingen toen, dat paarse, ja. Zo groot kan die, groter niet. Nou ja, dan doen we hem desnuts, ja, zien we wel even. Of we doen het gewoon met zwarte wol. Ja, dat bedoel ik. Of we doen iets anders zwart. Even kijken wat er is. Nou, de muur is alweer een stukje hoger in ieder geval. Ja, hier hoeven we geen raam in, toch? Nee. Misschien een raam in het dak. Oh nee, want er komt nog een verdieping op. Laat maar. Het gaat ook niet lukken. En we moeten het eigenlijk wel over iets hebben vandaag. Lievelingseten. Ja, hebben we weer niet bedacht. Nee, hey, lievelingseten. Ja, dat hadden we vorige keer al gedaan. Oh. Koffie of thee? Thee. Ja? Ja. Want? Ja, koffie, ik weet niet. Het is wel lekker een keer, maar... Ik weet niet, je krijgt er zo'n gevoel van in je buik. Ik weet niet of jij dat ook hebt. Nee, ik kan genoeg koffie op. Maar mijn stenen zijn alweer bijna op. Oh, kijk eens achter je. Ja, bedankt. Oh, jij hebt al een mooi. Derde laag. Nog eentje denk ik, hè, daarbovenop voor het dak.
Op dak, de verdieping. Nu dit eerste verdieping. Mijn bioscoop die loopt toch van naar beneden? Wat bedoel je? Naar stoelen. Ja. Er zit toch een verhoging in? Dus dan moet die sowieso nog hoger, toch? Ja. Misschien nog wel twee keer dit of zo. Je kan ook gewoon gelijk een vier lagen doen in één keer. Kijk, zo. Oh. En mijn... Oh nee. Steen is er niet op. Kan je er niet nog even wat stenen bij mij bij zetten? Moet je even hierheen komen? Even wachten hoor. Let op. Ik doe lopende bandwerk. Geef eens wat steen, hé. Mooi, dankjewel. We zijn stil in de uitzending een keertje, joh. Ja, waar moeten we het over hebben? Ja, dat wil je... Ik zie een koe in het water zwemmen, heb jij dat ook? Ja, dat is... Heb je ook een koe? Ja. Dat is onze mascotte. Onze mascotte. Even kijken, het restaurant is wel goed toch, als dat vier hoge stenen? Anders is het zo raar. Ooit. Ik moet zeggen, ik heb dan alleen nog nooit in een bioscoop zulke muren gezien, maar dat zal wel aan mij liggen. Hé, hey, van binnen is het altijd anders, een beetje wit. Klopt, ja. Achter de muur. Aparte bioscoop. Maar ja, het is ook geen bioscoop, het is een cinema. Wat is het verschil dan? Oh, een cinema staat in België. En voor de rest niks? Nee, ja, qua uiterlijk is het een verschil, hè. Ik weet niet of jij wel eens een cinema in België hebt gezien, maar ik weet niet hoe die eruit zien. Misschien wel zo. Oh, Belgen doen altijd alles anders, hè. Dat is zeker waar. Ja, maar ja, niks tegen Belgen, niks tegen Belgen. Krijgen we straks de Gamecraft HD op ons dak? Ja, dat willen we ook niet hebben. De Gamecraft HD. Nou ja, het is wel een leuk kanaal. Als je wil abonneren erop, dan doe je dat maar. Maar liever op ons. Er zijn ook van die mensen die hebben zo'n van die gaming video's. En die durven er dan niks bij te zeggen. Oh ja, ja, dat vind ik zo raar. Dan nemen ze alleen maar het beeld op. Dat vind ik heel saai om naar te kijken. Jij ook? Ja. Ik heb liever een paar mensen die een beetje tegen je aan zitten te praten. Ja, kijk, dat je dan je webcam er niet bij durft te doen, ja, ja, dat snap ik dan nog wel, maar... Ja, wij durven... Praten, dat is wel het minimale. Wij durven dat wel, maar ja, het lukt alleen nog niet. Nee. Als het ja, goed is, kijk, komt die volgende week... Oh, het gaat regenen, man. Oh. Wij durven dat wel, maar ja, bij ons lukt het nog niet. Maar kijk, er zijn ook mensen die dat niet durven. Ja, dat kan ik dan nog wel begrijpen, webcams. Maar dat je niet durft te praten, ja. Als je voor je eigen stem of zo schaamt, dan... Hallo? Hallo? Ja, precies. Je kan wel zo'n verlepte stem hebben, maar ja, je hoeft je daar niet voor te schamen, hoor. Ik schaam me ook niet voor mijn stem. Je hebt toch een radiostem?
Radiostem, ja hoor. Ja, hier moet hij nog twee hoger. Nou ja, wat houd je tegen? Oh, kijk eens aan de andere kant. Oh, wacht. Ga eens aan de kant, kom er niet boven. Zo ja. Maar kijk, dan kijk je hiernaar en dan moet je je voorstellen dat je ons niet hoort. Zullen we het eens gewoon doen, een minuut? Ja, kom, we doen het een minuut. Ja, de minuut is om. Ja, ik wou zeggen, het was een hele lange minuut. Het was een hele lange minuut. Nog nooit zo lang een minuut gehad. Voor de kijkers ook, denk ik. Ja, precies. Nou ja. Hey, wat vind je van de bioscoop op deze hoogte? Maar mooi, toch? Ja. Misschien nog iets hoger zelfs? Ik ga bijna dood. Ik heb nog een half hartje. Oh, kom even bij me. Dan gooi ik je wat bammetjes. Kijk, het regent bammetjes. Vind je van deze hoogte? Bammetjes, Craft. Hé? Hey? Oh. Ja, ik ben van een hoogte gevallen. Ja, ik zie het, ja. Oh! Oh! Nou, ik moet ook even. Dat moet ik ook niet nog een keer doen, zo van zo'n hoogte vallen. Waar ben jij? Even kijken. Ik ben benieuwd. Ik denk dat er mensen die een. Als werk hebben om een cinema te bouwen, dat die jaloers op ons bouwwerk zijn. Ik denk het ook. Kan jij nog stenen minen ofzo? Heb je nog stenen of niet? En de kist, denk ik. Zo, nog genoeg stenen in de kist. Nou, daar kunnen we nog wel de bioscoop van afmaken, denk ik. Hier heb je stenen. Oh, dat is wel heel hoog. Dat is mooi toch? Dan hebben we in ieder geval een groot bouwwerk. Zijn we misschien in december klaar? Maar... Nee, maar weet je wat het is? We moeten twee verdiepingen komen. Dan moet je je niet in vergissen. Kijk eens op de grond. Ja, ik heb het gezien. Wacht, moet je bammetjes? Ja, moet ik die stenen niet oppakken natuurlijk. Je gooit ze in die stenen, dat is niet echt... Oh ja, dan zet je die stenen toch weer opnieuw neer. Oh nee, ik heb alleen de brood opgepakt. Oh, wacht even, dit is niet zo handig voor mij. Hoppakeetjes. Oh, het past niet meer. Even wachten dan. Zo. Zal ik hier even een kist neerzetten? Ja, dat is wel makkelijk misschien. Vind je ervan die hoogte? Die is wel goed, toch? Ja. Zeker. Ik heb in ieder geval een grote cinema.
Nou, nu moet ik echt niet vallen, want dan ben ik dood. Dump hier je spullen maar in. Ja, ik ga wel even verder met bouwen. Meestal bouwen ze altijd eerst de buitenkant, hè, als ze een gebouw maken. Want dan kunnen ze in ieder geval in de winter droog... Maak even een trappetje hier, zo. Mis eigenlijk nog echt een gouden appel. Ja, die hebben we niet nu, hè. Nou, ik denk dat we nog wel een paar weken bezig zijn om deze muren... op hoogte te zetten, maar ik moet even wachten, als ik nou val, dan ben ik dood. Kijk, mooi. Wacht, ik zet wel een... ik cheat wel even voor je. Mag niet, hè? Val nu eens. Ja, val eens. Mooi. Gebeurt niks. Hoe doe je dat? Oh, iets aanzetten voor je. Ja, we cheaten niet. We doen even iets handiger aanzetten voor het bouwen. Ik heb niet zo goed in building modes werken. Creators mode. Nee, want dan kunnen we het geen survival noemen, hè? Dan moeten we het Minecraft creative noemen. Hé, wat doe jij nou? Valt er een even naar beneden. Zo, we gaan er eens even tempo opzetten. Zal ik eens even... ik vlieg. Hoe kan dat nou weer? Oh ja, dat kan nu ook. Oh, kijk eens hoe snel het gaat met vliegen. Kijk, hoppakee. Nou, begin ik even van die andere kant. Alvast, want dan lopen we elkaar alleen maar in de weg. Deze hoogte toch? Of nog één hoger? Wel goed toch? Oh! Oh, nou ik moet nog een heel stuk hoger hoor. Nou, dit werkt wel een stuk handiger inderdaad. Hey! Dit is het eerste scherm, kijk! Scherm? Ja, moet je eens kijken, vanaf hier. Ja, maar dan zie je het aan de buitenkant, hè? Dat is waar. Wat weet je wat je nou ook kan doen? Let op. Ik heb een goed idee. Nou, we kunnen bijna dit als zaal 1 maken, de grote. Let op. Nou, begin ik hier alvast. En dan wordt dit het scherm. Ja, maar het is wel een heel groot scherm, hè? Als wij 5 zaal of zo hier willen bouwen. Wacht. Ja. Nou, zeg het eens. Ik denk dat we beter het hier het scherm kunnen doen. Ja, dat dacht ik ook, ja. Dan bouw ik dit gewoon dicht. En dan hier een lange gang. En dat je hier dan zeg maar... of je bouwt zeg maar hier een zaal. Hier eentje. En dan kijk je zeg maar zo. En dan bouw je er eentje hier.
En eentje hier. Twee van onder of zo, en drie van boven. Hierheen. Gewoon hier van onder, dat je zeg maar naar die kant zo kijkt, naar deze kant. En dan twee van onder of zo. En drie van boven. Kan ook. Nou, mijn stenen zijn alweer bijna op. Nee, dat ook nog niet. Er gaan een hoop stenen hierin, hè? Ja, zonde, hè? Allemaal verzameld. Allemaal verzameld. Dat is echt een werk. Precies. Nou, zit er geen muziek bij Minecraft? Het is echt een beetje... Ja, nou, zet maar aan. Ik hoor alleen hoor niks. Ik zelf wel. Het is geen geweldige muziek, hoor. Ik hoor niet eens muziek, moet nagaan. Nou, hoe lang gaan wij... wanneer willen we dit af hebben? Met de carnaval? Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Dat is in februari al. Zo'n maandje. Met de Pasen. Met de Pasen, dat vind ik een mooi, mooi streven. Natuurlijk mag eerder ook. Ja, we gaan voor de Pasen. Oh nee, van de sloot. In de zee. Zo ja, we zijn echt weer stil. Druk in concentratie. Het lijkt een emergency wel. Ja, de branden blussen. Oh ja, ik heb ook leuke reacties gehad op onze kanaaltrailer. Ja, inderdaad. Kan je een beetje zien wat wij doen, hè? Ja. Even kijken. Zo. Op zich, als je dat met z'n tweeën doet. Het lopende bandwerk. Ja, precies. En dan het uitzicht op die mooie stad met al die wolkenkrabbers. Precies. Oh, weer al een nieuw setje stenen erin. Kijk, dit gaat lekker hard zo. Toch wel handig het vliegen, hè? Zie je niet vaak in een Minecraft survival. Toch wel uniek, hè? Oh, wacht. Dit is een fout. Heel uniek. Oh, daar bouw jij af, dat foutje. Even kijken. Nou, het duurt alleen wel een eeuw, maar als je dat niet hebt... Dan is het ook mooi. Precies. Je stem sloeg over. Ja, ik hoorde. Ik heb hier ook nog een foutje opgelost. Shit. Ik had een sneeuwbal die ik tegen je aan gooien, maar het was te laat. Dan gaat hij weer iets typen hoor.
Hey, kijk, het sneeuwt. Au, 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 au. Kom eens even hier, schat. Doe eens, draai eens om. Oké, okay, waar waren we even serieus bezig? Ik kan niet meer zitten, hoor. Hey, ik kan niet meer vliegen. Hoe kan dat? Ik wel, hoor. Zet die modus weer eens aan. GM0 heb ik gewoon weer. Dat je net ook. Nu moet het weer goed, als het goed is. Probeer eens, hier. Oh ja, het werkt weer. Je hebt nu alsnog GM0, alleen ik heb vlieging GM0 aangezet. Dan heb je in principe hetzelfde als GM1. Alleen je moet de spullen zelf verzamelen. Oh ja, wacht eens, weet je wat ook handig is om stenen te geven? Hey! Ja? Doe eens rechter muisknop op mij. Ja, dat heb ik gezien, ja. Hier. Oh, wacht. Heb je hier geen ruilpas voor nodig? Ja, mijn inventory zit vol. Oh. Nee, ruilpas heb je niet nodig. We sluiten ook niet om 1:30 s'avonds, hè. Pas? Pas. Nee, een ruilpas heb je niet nodig en de server gaat ook niet dicht om 1:30, dus... Geef me een goed en gerust gevoel. Oh. Je hebt ook geen e-mail nodig om op deze server te komen. Nou. Het geeft toch wel een gerust gevoel, hè? Saaie muren. Ja, er mag wel wat meer kleur in komen, vind ik. Ja, maar dat kunnen we later nog doen. Oh, je hebt schilderijen, wist je dat? Oh, echt? Ja, zal ik die eens ophangen? Ja, dat is goed. Doe ik wel even in GM1. Kunnen we dat... Het is toch al geen survival meer. Dan kunnen we daarna... Hey, ik weet wat vets! Wat? Zullen we aan de buitenkant... in de blok van die blokletter zetten... cinema. Oh ja, dat is leuk. Maar dan moet je gewoon van die zwarte blokken of zo... dan zetten dan in cinema. Kijk eens binnen. Ik heb de muur versierd. Oh, alleen dit bukt een beetje. Ja, inderdaad. Mooi, hè? Ik denk dat we dat beter als laatst kunnen doen als we ook de zaal en zo hebben ingericht. Tik, ze weer weg. Hoort die muziek daar ook bij? Nee. Zullen we eens eventjes die muur hier volmaken en aan de buitenkant even cinema vastzetten, anders is het ook maar weer zo eentonig. Waarmee? Met zwarte wol? Of zullen we met rode wol doen? Rode wol, dat is wel leuk misschien, ja. Hier heb je rode wol. Ja, jij kan het ook maken, toch? Jij bent er in principe beter in. Jij speelt langer Minecraft dan ik, dus... Maar dan moet hij wel even dicht... Ja. Ik help het even. Echt, hè, dat we vliegen aan hebben. Ja, maar ja, anders schiet het niet op, hè. Dat mag niet, hè. Ik ga het aan de server-eigenaar vertellen. Ja. Krijg ik dadelijk een ban. Begin jij vast hier met de C anders, dan maak ik hem wel verder af.
Hoe groot doen we het? Gewoon totdat heel de muur vol is. Je moet wel kunnen, je moet wel uitkomen. De C. Nou, zo komen we niet uit, denk ik. Au. Ik denk dat ik me daarin vergis. Cinema, ja, het is op zich niet zo'n heel lang woord, hoor. Oh, mijn stenen zijn op. Zit er nog steen in die kist? Als het goed is wel. Er zit helemaal niks in die kist, hoe kan dat? Ik zal eens even kijken. Nou, er staan er drie, hè? Ja, er zitten in alle drie zit niks. Oh, dan zijn ze al op. Ja, ze zijn op. Hoe kan dat nou weer? Dat nou weer, volgens mij zit er in die andere kist nog steen. Even halen. Witte wol. Oh, hier zit nog genoeg in. Er zijn er ook van die service, dan moet je dat kopen. Ja. Triestig, hè? Dan kan je, moet je alle materialen kopen. Wat vinden we daarvan? Ja, als we dit allemaal zouden moeten kopen, dan waren we al een fortuin kwijt. Even kijken. Oh ja, ik zal hem even afmaken. Zo. Cinema. Nou, op zich, hé. Cinema. Ziet er goed uit, toch? Ja, precies. Nou, ik ga nog even, als die af is, moet ik maar zeggen, dan vind ik dat een mooi einde van de video voor vandaag. Gaan we morgen wel weer verder. Hij is af. Kijk eens hoe mooi dat van een afstand is. Wauw. Nou, tot zover de... We gaan er nog even omheen zoomen, omdat het zo mooi is. Tot zover de aflevering en de bioscoop. Die krijgt al een aardige vorm, al zeggen we zelf. Mocht je hem zelf willen bewonderen, Dimmy legt even uit hoe je dat moet. Oh, het IP staat in de serverbeschrijving. In de videobeschrijving. In de serverbeschrijving. Volgens mij hebben we die fout al eerder gezegd. Ja. Vond je het een leuke video? Geef een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Tot morgen. Morgen. Doei. Doei.